is, we moeten ook oppassen dat we niet... Kijk, we willen gouden eieren uit de kip halen, maar dan moeten we ook de kip blijven voeden. Je moet dus oppassen dat je niet uiteindelijk de laatste gouden ei eruit gehaald hebt en die kip dood op de grond ligt. Ja. Ik vond het wel een aardige vergelijking. Ja. De minister van Landbouw heeft de zaal verlaten. Ik vond het zeker aardig. Later op Jetten. Ik probeer de vergelijking van de kip en de gouden eieren te maken. Je moet wel de kip blijven voeden. En dat hoort ook bij bedrijven. Ik denk dat ik hem begreep. Toch? Ja, ik denk dat ik hem begreep. Fijn dat u me wat extra tijd biedt voor deze ingewikkelde beeldspraak. Straks komt Jetten, die heeft een hekel aan die diertjes. Maar mijn probleem was meer. Sorry. Niks, Jetten blijft zitten. Mijn probleem was niet. En mensen worden de partij uitgesmeten. Een privéjet naar Ibiza. Planten voor 9000 euro. Ik vraag me af of er een politieke partij is hier in de Kamer die planten heeft voor 9000 euro. Voorzitter, is dat nou het nieuwe partijkartel van de heer Baudet? Ja, het is een beetje alles op de grote hoop. Hè. Er wordt van alles nog wat bijgehaald, weet ik wat al. Maar, dat heb ik afgekeken bij de heer Baudet. Wij hechten inderdaad zeer aan groen. En we vinden het belangrijk om te investeren in planten, in bomen, dat soort zaken. Daarnaast, ik sta helemaal achter de gedachte die een beetje spreekt uit de vraag van de heer Kuzu, namelijk dat Forum voor Democratie inderdaad een vernieuwende beweging is die voorop loopt in transparantie, nieuwe politiek en ambitie. Ze hielden zich liever bezig met klimaatakkoorden, dividendbelasting en het bestrijden van overgewicht. Maar hier hebben ze helemaal niets aan gedaan. De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, die worden persoonlijk, hè, bestrijden van overgewicht, maar daar kom ik eigenlijk niet voor. Ik snap dat de heer Wilders dit zegt. Ik wil één ding corrigeren. Ik was vorige week niet geschokt. Ik zag ook die koppen, hoor, waarin stond dat ik geschokt was. Dat verbaasde me dan weer. Dat zou eenmalig 1000 euro zijn. Dan zou ik terecht volgend jaar de heer Wilders hier zien staan en zeggen, ja, dat is structureel beloofd. Dus dat is geen verstandige oplossing voor een fout van mij. De heer Wilders. Voorzitter, mensen zouden geweldig blij zijn met 1000 euro eenmalig. Wat zegt u nou? Als de mensen thuis mogen kiezen tussen 1000 euro eenmalig of niets, doe dan maar niets. Denkt u dat de mensen thuis dat gaan zeggen? Natuurlijk zeggen ze dat niet. Ze zeggen van nou geweldig, nou jammer dat je dat je het niet structureel doet. Oké, maar toch een aardige man die Rutte, want dan geef je in ieder geval die 1000 euro terug. Dus daar heeft hij een punt. Daar heeft hij een punt. We gaan er nog eens over denken. Ja. Maar ja. Ik denk wel dat de heer Wilders hier zo treft een jaar later. Je zou het structureel doen. En dat heb je nou niet gedaan. Dus wat mij betreft, sorry meneer Koolmees dat u hier de hele dag heeft. Ik dacht even aan Remco, neem me niet kwalijk. Meneer Koolmees, sorry dat u hier zit de hele dag. Ja, de heer Bosma is betrokken bij de renovatie van het Binnenhof. Ja, ook die nog. Ja. Het valt me wel op, het gaat over gezichtsbedekkende zaken, meneer Koolmees. Dat u uw gezicht steeds meer aan het bedekken bent, maar dit terzijde. En de vrijwillige ouderbijdrage niet voldoet. Mijn inschatting is dat het open venster dan een dichte deur zal blijken te zijn. Ja, en deze wet zorgt ervoor dat... Sorry, dat is een lach om mijn eigen grap. Nou, niet zo hard als meneer Heerma. Heerma, bedoel ik. Dat hij het gelooft tot in het diepst van zijn vezels. Dat we dus op basis van zijn geloof 1,4 miljard euro gaan weggeven. Voorzitter, zit daar Mark Rutte of is Jomanda het torentje ingetrokken? We gaan toch niet op basis van het geloof? Maar inderdaad, laten we daar naar die mevrouw toe gaan. Ook niet ingewikkelde verhaal houden. Er hoeft voor mij nog geen lokale journalist bij te zijn. We hoeven ook niet na afloop te vertellen wat er is gebeurd. Ja. Maar dat we in ieder geval laten zien dat we dit onacceptabel vinden. Goed idee. En dan op die manier gaan we doen. Ja. De heer Baudet. Ja, ik was gegrepen door het... De plotse sfeer van aanpakken en die ontstond na de interruptie van de heer Wilders. En ik wilde vragen, omdat het ons ook zeer aan het hart gaat, het lot van deze vrouw, of ik misschien mee mag als u samen naar deze dame toe gaat. Gaan we niet doen. Die mevrouw heeft zomaar... Dat gaan we niet doen. Ja. Wij gaan samen iets zoeken waar we samen heen gaan, als u dat graag wil. Maar niet naar die mevrouw.
Dat doe ik met meneer Wilders. Nou, misschien denkt de heer Wilders houden. Daar anders over. Nee, ik ben er al samen met Wilders, maar het lijkt me wat ver gaan om die mevrouw nou met 3 mensen te gaan bezoeken. Dus laat ons dat nou samen doen en misschien als in de loop van het debat nog op een ander of iets komen waar u en ik dan heen kunnen. Dat is toch raar, hè? Want we willen hier toch allemaal opkomen voor dit soort mensen, zou ik zeggen. Dus dat wilt u dan blijkbaar onderling houden. Dat is interessant. Nee, we willen het niet onderling houden, maar het lijkt mij niet netjes. Die mevrouw heeft vanmorgen een mail gestuurd naar de PVV. Geert Wilders leest dat voor, heeft heel netjes ook de naam niet genoemd. Ik bedoel, die luistert misschien in dit debat en denkt, dan komen die twee ook nog naar me toe. Eerst maar eens kijken of ze dat überhaupt wil. Als ze dat wil, prima. Ja. Dan gaan we daar absoluut samen naartoe. Maar om er nou met z'n drieën heen te gaan, is een beetje overkill. Nee, dat trappen we niet in dat u minister-president kan wegdommelen achter dat schilderij. Voorzitter, dat schilderij, dit wereldberoemde schilderij van Rembrandt, dat is dus niet meer in Nederland. We moeten dit doen omdat de premier het heeft gehoord in gesprekken. Het zou fijn zijn als dit nu niet verder verlaagd wordt, voorzitter. Ik snap dat het een lastige boodschap is die ik heb, maar... Even de tijd stoppen. Je moet even een knopje daaronder. Gaat vanzelf, ik weet niet wat er aan de hand is. Ja. Ja? Voorzitter, we hadden het over een race naar de bodem. Voorzitter. Het tweede is de terechte vraag als het gaat over drugs. Kijk, ik ben echt de totale loser binnen onze partij en zeker ook binnen onze vrouw. Ik word echt uitgelachen. Ik heb echt helemaal geen ervaring met drugs. Echt nul. En je ziet ze daar al schamper kijken. Nou. Vertel, meneer Klaver. Ja. Ja, het is zo. Ik kan er niks anders van maken, jongens. Ik heb er geen ervaring mee. En ik ben het wel met u eens. Op het punt namelijk dat, en dan heb ik ook een wedervraag. Volgens mij moeten we heel erg oppassen. Kijk, als je denkt, ik snuif een lijntje coke in het weekend en daar doe ik niemand kwaad mee, want het is voor mezelf zo leuk. Je houdt er wel een industrie mee in stand. En dat zal ik nooit van zo lang als we leven vergoeilijken. Maar hetzelfde zou ik de andere kant op kunnen zeggen. Bijvoorbeeld als het gaat over softdrugs. Ook daar hebben we een debat over hoe we soms sommige zaken totaal in de illegaliteit drukken. En daarvan vraag ik ook u om daarop te reflecteren. Is dat nou wel goed wat we daar doen? En misschien kunt u van ons vragen dat we op sommige zaken er steviger in moeten vliegen. En dat we daar duidelijke grenzen moeten stellen. Ook wat het effect is van individuen wat ze doen. Maar dan hoop ik dat u dat ook ziet. Bijvoorbeeld als het gaat over softdrugs. De heer Segers. Maar voorzitter, ik heb ook geen ervaring met drugs. En dat maakt me binnen mijn fractie een held. En verder moeten we denk ik straks even een drugstest uitvoeren in dat vak daar. Of iedereen een beetje helemaal clean is en zo. Ik zie ook bij D66 nu mensen die heel erg schrikken. Oké. Ja. Ik zou zeggen, alles vanaf de VVD-fractie, dat nemen we helemaal mee. Oké. Dat geldt terzijde. En toch, ja, ook ik moet inderdaad die vraag stellen. Is de aanpak die we nu hebben, is dat de meest effectieve? Maar wat ik gewoon nog één stap terug, want daarover kunnen we het hebben. En als we het hebben over, nou ja, ooit hebben we het over meloenen gehad. En vorig jaar, en de minister-president vindt het leuk als we hem daaraan herinneren, ging het over de dividendbelasting. Nou, dat was voor ons een hele lastige. Maar de minister-president vond het een topdebat, vertelde hij mij laatst. Prima, maar dat parkeer ik. Ik moet niet te veel zijweegjes inslaan, want anders dan verdwalen. Als het gaat over legale wietteelt, ik bedoel, als we het hebben over geraten in de kelder, dat is voor mij een ontzettend ingewikkelde. Ik moet even u onderbreken, want ik zie jongeren op de publiektribune over drugs gesproken. Het was een grapje. Dat ze niet het verkeerde boodschap naar huis gaan. Gaat u verder, meneer Segers. Ik vind het een prachtig moment dat van de voorzitter jongeren toespreekt. Ja. Gebruik geen drugs. Ja, nee. Kunt u dat ieder debat herhalen en ook een beetje die kant op? Ja. 28. Ja. Geen hoofdelijke stemming, hè, meneer Baudet? Even van dit moment gebruik om terug te komen op 32.140 nummer 56. Even. Bij welk daar agenda, zijn wij... Bij welk agenda? Punt. Dat zal haast wel agenda punt 13 geweest moeten zijn. En van mijn informanten binnen de Griffie krijg ik door dat wij geregistreerd zijn als tegenstemmers. Terwijl wij toch nadrukkelijk
Ja, het is de portefeuille van meneer Hindema, maar dat weet... Het gaat altijd mis, hè, als de heer Hindema zich daarmee bemoeit. Begint dat op te vallen, ja? Ja. We weten nog steeds welke motie het is. Kan de heer Hindema, welke motie was het? Ja, bij 8.14. Nou, voorzitter, om te beginnen ben ik heel erg blij dat een voorzitter van een coalitiepartij mijn idee om die 1.000 euro terug te geven aan de gezinnen, dat hij dat ondersteunt. Ik vind het leuk, of misschien eerst in de geschiedenis, dat we daar dan samen een motie over indienen. Wat mij betreft mag uw naam er als eerste onder. En dan, nou ja, ik zie wat zweetdruppeltjes op het voorhoofd van premier Rutte ontstaan, dus dat zou dan zomaar een meerderheid kunnen halen. Dank daarvoor. Dan had u volgens mij ook nog een andere vraag. Ja, ja nee, dat was zeker. Zeker. Dat was een next hit. U zou nog op de vraag van de heer Asscher in. Ja, ik kom daar zo. Ja? Hij moet geduld hebben. Hij staat te wachten, zie ik. Ja, mijn inleiding duurt tot vlak voor het einde van mijn tekst. We moesten er zelf om lachen beginnen. Ja, de spanning loopt op. Ik wil graag van de premier horen. Ik vond het hartstikke goed wat u zei. Ja. Maar ik kan het niet meer goed horen als ik steeds denk, ja, wanneer komt het antwoord? Dus als u dan even dat onderwijspunt doet, gaan we daarna weer naar de inleiding. Stelt u de vraag nog een keer, dan ga ik daarna door met mijn inleiding. Ja? Voorzitter, ik vind het sowieso heel fijn dat iemand gewoon staat te genieten van... dat is terecht, ja. Mijn vraag was deze. En wat mij betreft draaien we dat weer om. Ook in ons eigen taalgebruik. Maak even uw zin af. Dit was het einde van een zin. Oké. Hoeveel zinnen heeft u nog? Nou, ik heb nog 17 minuten, maar ik was niet van plan om het vol te maken. Nee, is goed. De heer Bordet. Ja, op het gevaar af dat ik u in uw inleiding onderbreek. Mijn inleiding duurt tot ongeveer uw bijdrage vanavond. Goed. Dan ga ik naar vaak genoeg bij dit soort leuke Europese dingen. U neemt het woord. U krijgt het woord. De heer Bordet. Ja, ik ben ook wel eens bij die Europese dingen er naartoe gevlogen dan bijvoorbeeld. Zie ik een heel klein beetje vliegschaamte ontstaan hier aan de... Wel, hè? De heer Bordet. Enorm. En aanhangers van John Rawls zijn dan ook te vinden over politieke partijen van links tot rechts in eigenlijk alle westerse democratieën. Maar ook hier geldt schijnbericht. Aanhangers van John Rawls te vinden. Volgens mij... Op de Tocqueville kom ik zo direct. Ja. Dan ga ik tussendoor naar de heer Jetten. Dank en ik weet nogmaals hoeveel werk het is en ook stoer dat het gewoon weer eens helemaal is doorgerekend door het Centraal Planbureau. Dan zijn er nog een paar zaken, voorzitter, die onze... Hè? Wil je meer horen? Ja. Jongens, dat doe ik ieder jaar. Ik geef een appreciatie van de tegenbegroting. Ja, ik kan hem helemaal gaan doorlopen als jullie dat willen. De heer Klaver. Ik vind dat netjes. Ik vond uw reactie ik bedoelde op onze tegenbegroting. Die vonden we echt onwijs gaaf. Dank je wel. Nou, sorry, ik zal volgende keer nog enthousiaster doen.